Yo! Nou, zoals je aan de titel al kan zien, ga ik het hebben over geen zin in seks. Ik ben er bekend mee. Niet altijd. Maar ook ik heb wel eens geen zin in seks. En al zeker niet in bepaalde situaties. En ik weet van andere mensen dat ze ook geen zin hebben in seks. Of in ieder geval de vrouwen onder ons. En ik ga het daar gewoon een keertje over hebben. Want daar heerst toch wel een soort van... Het is niet echt een taboe. Maar er wordt ook niet over gesproken. Ik zeg heel vaak voor de gein, ik eet liever een lekker broodje dan dat ik aan seks begin, zeg maar. En aan de ene kant is dat heel erg waar, aan de andere kant is het ook helemaal niet waar. Want het ligt maar net aan het moment, aan de situatie, hoe alles eromheen zich afspeelt. En dan wil ik best even een wippie bouwen hoor. Maar het gaat mij meer erover dat ik gewoon het graag wil hebben over dat meiden in het algemeen gewoon minder zin hebben in seks dan mannen. En nou heeft dat natuurlijk wel een reden. Mannen, die halen dat ding gewoon, dat werkt gewoon iets anders. Het is gewoon iets makkelijker voor een man, vind ik altijd. Dat ding gaat omhoog en je kan er van alles mee. Bij de een duurt het lang, bij de ene duurt het wat korter of veel te snel. En dat is dan ook vaak het enige probleem. Sommigen krijgen hem ook niet omhoog. Dat is ook een probleem. Maar waar ik het nou echt, wat ik nou echt bedoel is gewoon, je zit in een situatie. Weet je, je vriendje zit naast je, die heeft zin. Of vriendin, ligt bij mensen ook anders. Maar je vriendje zit naast je en die heeft zin. Maar het kan zomaar zo zijn dat je vriendje lekker zit te gamen, appen, geen aandacht voor jou, voor je gevoel. Dat is heel bekend bij mij, want ik heb voor mijn gevoel al heel gauw geen aandacht. Dat is bijna een ziekte, dat doe ik niet expres. Maar ik heb al heel snel voor mijn gevoel dat ik op de tweede plek kom. En dat is gewoon mijn geestelijke ziekte. Ik voel me... niet snel achtergesteld, maar dat komt er vroeger. Ik heb heel snel het gevoel van, oh, hij wil niet bij mij zijn of zo, omdat hij andere dingen doet. Terwijl, hij wil wel met mij zijn, maar hij doet andere dingen, dus in mijn hoofd gaat het anders. En dan kan het wel zo zijn dat als je lekker samen zit en het is gezellig en ja, prima, je houdt wel van elkaar, maar je hebt ook even niet heel veel aandacht voor elkaar. En dan ineens, meneer heeft zin. Dan kan ik me heel goed voorstellen, want ik heb er ook wel eens last van. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zoiets hebt van, ja, dag, weet je wel. Dan heb je ook nog van die jongens. En dat is geen aanval op alle mannen. Ik heb in deze bril gebeld, voel ik. Woe. Maar dat is geen aanval op alle mannen. Maar jongens, die kunnen nog wel eens porno kijken. En dan hebben zij het idee van, zo, ik ga even wippen. En het hoeft niet alleen maar met porno kijken te maken te hebben. Maar het is gewoon van, oké, ik ga even wippen. En dan willen ze erop duiken en eraf. Maar bij een vrouw werkt dat heel anders. Kijk, bij een vrouw moet je zeg maar... Alle bloed stroomt wel naar je kruis. En dat is bij een man zo gepiept. En dan gaat dat heel omhoog. Maar bij een vrouw ligt dat zo anders. Daarvan moet je... Laat ik het even heel stom en simpel zeggen. Bij een man gebeurt het vanzelf. En bij een vrouw heeft hulp nodig. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld... Zoen met elkaar of knuffel met elkaar. Raak even alles aan, zodat ze even gewend zijn aan alle aanrakingen. Vrouwen zijn heel gevoelig en ik blijf jeuken aan die muggenbult. Het spijt me heel erg, maar dit is echt niet normaal. Ik heb hem de hele dag niet doorgehad, maar nou jeukt hij echt heel erg. Maar het gaat mij ook vooral erover dat een man kan er gewoon opspringen. Niet ook niet altijd, dus ik spreek ook niet voor alle mannen. Maar bij een vrouw heb je echt wel een beetje hulp nodig. En ook niet bij elke vrouw is dat zo. Sommige vrouwen hebben super hoog libido, die kunnen altijd natte muts. Maar dat is het ook. Wij vrouwen kopen glijmiddeltjes, condo's met glijmiddeltjes. Maar je moet wel begrijpen dat als vrouw zijnde heb je dat van nature al in jou zitten, je glijmiddel. En het is dus heel belangrijk om dat te activeren. Want zonder je glijmiddel, dus je nattigheid, te activeren, kan je ook niet heel erg goed wippen met elkaar. Je kan wel wippen, hup, spuug er even op, of je kakt er een beetje glijmiddel op, of weet ik wat je ermee doet. Water glijdt niet. Maar dan dat werkt wel, maar dan is het niet de natuurlijke gang van zaken. Het is natuurlijk veel prettiger en veel fijner als je gewoon van jezelf vochtig wordt. Dat je gewoon vochtig wordt, nat wordt en dat het dan allemaal vanzelf gaat. Want als het daar beneden nat wordt, betekent dat je ook echt opgewonden bent. De ene vrouw heeft minder glijzooi van zichzelf dan de andere vrouw. Maar het is altijd wel gemiddeld dat het een beetje vochtig wordt te worden hoor. En ik heb ook relaties gehad waarin ik dacht, zo, ik heb echt geen zin. En ik heb ook een periode veel gebloot dat ik ook echt totaal geen zin had. En dat ik echt dacht, moet dat nu? Maar ja, dan ben je gewoon stoned.
En ik merk nu de laatste tijd wel bijvoorbeeld, even over mezelf. Bij mijn vorige vriendje was ik best wel vaak high en stoned. En hij gamede onwijs veel, vond het totaal niet aantrekkelijk. En af en toe deed het wel, maar dan moest ik echt even zin maken. Ik moest me echt even overheen zetten dat ik dacht, oké, we gaan het nu doen. En nu merk ik, ik heb zeg maar een vriendje die iets minder bezig is met gamen. En iets minder bezig is met zijn telefoon of met andere dingen. En hij praat gewoon met mij. Hij is gewoon met mij samen. En we praten ook over dingen. Dus op die manier heb je al meer een band. Want ik persoonlijk, en ik denk dat heel veel mensen dat wel kunnen herkennen. Ik persoonlijk heb echt altijd het gevoel dat ik naar iemand moet toegroeien. Ook al is dat per dag. Ook al heb ik, al zou ik 10 jaar lang een relatie hebben. Als ik jou de hele dag niet zie, dan moet ik toch eventjes naar je toe groeien, zeg maar. En niet in vriendschap, want ik kan ook gewoon met je lullen en zo. Maar gewoon met mijn vriendje. Het is voor mij heel belangrijk dat ik dan even gewoon lekker, dat je even tot jezelf komt en naar elkaar toe komt. En dat je gewoon even gewoon lekker relaxed bent. Wat ik ook merk is als je geen zin hebt of je kan niet zo goed zin maken. Dat heeft heel vaak te maken met onzekerheid. En dat heeft toch dan te maken met, misschien stink ik. Of misschien vindt hij me niet schoon genoeg. Misschien zie ik er daar vreemd uit. Misschien zie ik er daar vreemd uit. Het is ook heel belangrijk dat je helemaal jezelf kan zijn. Dus je moet niet onzeker zijn. Je moet helemaal jezelf kunnen zijn. En dat is ook niet bij iedereen. Dat kan je ook niet zomaar bij iedereen. Maar er is een persoon op de wereld. Op deze aardbol. En dat heet dus echt de liefde. En daarbij kan je gewoon volledig jezelf zijn. Weet je, al heb je een wrat op je reet zitten. Of heb je 1 hoge tiet, 1 lage tiet. Er is altijd 1 iemand waarbij je echt het gevoel hebt van, ja, bij jou kan ik gewoon mezelf zijn. En met jou wil ik het gewoon doen. En dat is gewoon heel belangrijk. Wat voor mij persoonlijk het beste werkt, is even naar elkaar toe groeien. En dan niet, ik wil ook geen film kijken samen waarvan ik weet dat die dadelijk weer aan me gaat hangen. Want daar heb ik ook geen zin in. Ik wil gewoon relax zonder erover na te denken. Ik wil er niet even bij stil kunnen staan. Ik wil gewoon lekker een filmpje kijken. En het moet niet draaien om wippen. Ik wil lekker mijn tanden gepoetst hebben. Het liefst nog even gedoucht hebben. En ook even nog mooi geschoren. En mooi bijgewerkt. En je hoeft niet te scheren. Want weet je, iedereen is zichzelf. Weet je, ik heb ook dagen dat ik denk, laat me lekker woekeren. Maar gaat mij er gewoon over dat je gewoon denkt van, joh, je bent schoon. Alles waar je je aan kan irriteren, dat heb je verholpen, weet je, een lange of een korte schaamlip of wat dan ook, of een lange lul of lange ballen of een leuter van zo groot, maakt allemaal niet uit. Zolang je weet dat je gewoon alles hebt geregeld wat je kan regelen, in de zin van lekker ruiken, een prettige omgeving, je kan niet gestoord worden, maar bijvoorbeeld ik hier thuis, ik woon gewoon thuis en ik hoor mijn ouders de hele dag lopen zo, dus ik kan niks hier, ik kan het gewoon niet. Want al hoor ik maar mijn vader hard praten beneden, want mijn ouders zijn niet zachtjes. Dan hoor ik mijn vader hard praten, of mijn moeder weer tetteren. Of er loopt weer iemand over de overloop. Nou, dat kan ik echt niet. Dan geef ik het op. Dus als je alles, dat soort dingen hebt verholpen, dan kan je gaan ontspannen. En als je ontspannen bent, dan kan je makkelijker wippen. Ja, en dat is eigenlijk een beetje waar ik over wil praten. Het is dan niet per se dat je nou gewoon in één keer al deze dingen moet opvolgen. Maar je moet wel begrijpen, kijk, luister, het is hetzelfde als een man niet hard is en niet hard kan worden. Dan kan je wel van alles er van alles aan doen. Maar als hij gewoon niet opgewonden raakt, weet je, dan kan je het gewoon niet. En bij een vrouw is het anders. Als jij niet opgewonden bent, kan je hem alsnog erin steken met een beetje hulp. Dus dat is een beetje waar ik altijd over struikel. Een vrouw heeft gewoon heel veel voorspel nodig. De ene 5 minuten, de andere een kwartier. Sommigen wel 3 kwartier. Eigenlijk ben ik heel ouderwets daarin. Ik wil gewoon lekker dat je elkaar masseert, aanraakt. Dat je in ieder geval lichamelijk helemaal gewend bent aan aanrakingen. Want de hele dag hou je afstand van mensen. Want mensen hebben van nature een soort bubbel om zich heen. Zo'n kring van blijf uit mijn buurt, weet je wel. Tenzij het ergens heel druk is, dan zit je er overheen heel vaak. Maar je hebt gewoon je eigen ruimte nodig, je eigen space. Niet de hele dag zit iedereen aan je. En als je dan eindelijk bij degene bent die wel aan je mag zitten, is het heel fijn dat je er even aan kan wennen. En dat je emotioneel kan wennen en lichamelijk kan wennen. En dat je even je hart lucht. En dan kan je gewoon van biel. Dat is eigenlijk de bedoeling.
En ik hoop dat dit echt een beetje een handige video was met een beetje hulp. Heb je nou meer vragen hierover, zet ze in de comments. Dan maak ik gewoon nog een vervolgvideo op. Maar ik vond het wel heel even leuk om hierover te praten. Want ja, ik heb ook wel eens geen zin. En ik moet ook wel eens zin maken. En als ik ruzie heb gehad, ik kan niet zo goed goedmaakseksen. Terwijl als er ruzie is geweest en ik zie dat iemand daarna heel erg weer omdraait en hartstikke lief voor me is, dan kan ik het weer wel. Dus er zijn altijd wel dingetjes waarom iemand wel zin heeft of niet zin heeft. En je weet van jezelf best hoe dat gaat en hoe dat zit. Dus werk aan jezelf en dan komt alles goed. En dan tot de volgende video weer. Later!